Hallo allemaal, vandaag een kijkje in de nieuwe Photoshop 2021. In deze versie is het een en ander veranderd. Onder andere het vrijstaand maken van een portret. En ik ga jullie stap voor stap meenemen in dit proces. En we gaan er ook tevens een nieuwe achtergrond achter plaatsen. En hoe dat allemaal werkt, laat ik jullie nu zien. We zijn hier aangekomen in Photoshop en ik heb hier een stockfoto geopend. En je ziet hier een model tegen een vrij lichte achtergrond. En als ik hier kijk naar die haren, dan lijkt dit toch wel een aardig complex om vrijstaand te maken. Maar we gaan het proberen. We beginnen met het gereedschap snelle selectie. Die heb ik hier geselecteerd in de gereedschapkist. En standaard zet ik rand verbeteren aan. En het eerste wat we doen is onderwerp selecteren. En Photoshop gaat dan aan de gang en die zoekt het onderwerp in de foto. En als ik dit zo bekijk, heeft hij hier een selectie gemaakt die er al aardig goed uitziet. De tweede stap is selecteren en maskeren. Dit venster wordt gebruikt om te gaan fine-tunen, zeg maar. Nou, je ziet hier aan de rechterkant heel veel schuifjes. Voor dit portret hebben we ze niet allemaal nodig. Het eerste wat we gaan doen is onder verfijnmodus zetten we behoud van object. Dit is het beste voor portretten. Daarnaast kunnen we de weergave kunnen we kijken van hoe zetten we het portret tegen de nieuwe achtergrond. We kunnen op zwart, we kunnen op wit. Je ziet gelijk al het een en ander veranderen of op bedekken. Ik zet hem op zwart. Dan kunnen we het heel mooi zien. Je ziet hier nog een kleine oneffenheid. Maar dat gaan we zo meteen fixen. Wat nieuw is in 2021 is de knop haar verfijnen. En bij heel veel foto's werkt het prima. Alleen bij deze foto weer net niet. Kijk maar eens. Als ik nu klik. Wat zien we dan? Je ziet hier de hele hand verdwijnen. Je ziet een stuk uit de jas. En dan gaan we even een stapje terug. Ctrl Z en Command Z voor de Mac. Nou, ik denk toch dat die zonder deze nu beter is. Dus je kunt het altijd even terugdraaien. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid in de linkerkant penseel randen verfijnen. Om dus met je cursor, met je penseel, maak hem iets kleiner, even over die uiterste randen heen te gaan om te kijken of die dan toch nog beter is. Nou, dit deden we voorheen eigenlijk altijd. En als je tegenwoordig kijkt met de allernieuwste versie, je ziet het al direct hoe mooi die dat doet. En eventueel pak je haar verfijnen om hem eigenlijk de methode van de rand, penseel rand verfijnen uit te voeren op een hele automatische manier. We hebben deze gehad. Dan ga ik naar kleuren zuiveren. En kleuren zuiveren die haalt eigenlijk de kleur die hier nog in zit van de achtergrond, die zal die verwijderen. Nou, ik klik daarop en je ziet, dit is voor, dit is na. Je ziet even, kijk, als ik hier inzoom, kijk maar even naar dit stukje hier. Dan gaan we even uitzetten, voor en na. Als je 100% iets te veel vindt, ik denk bij deze foto, even kijken, 50% proberen. Ja, komt er net iets meer door tekening terug. Ik vind het resultaat eigenlijk heel erg mooi geworden. Vele malen beter dan de voorgaande Photoshop versies. Nou, dan als laatste de uitvoer naar. Nou, hier kun je kiezen hoe je het resultaat wilt exporteren, zeg maar, naar een nieuwe laag. Een nieuwe laag met laagmasker, een nieuw document of een nieuw document met laagmasker. Eigenlijk kies ik altijd voor een nieuwe laag met laagmasker. Het voordeel daarvan is dat je de originele achtergrondlaag wordt gedupliceerd. Er wordt vrijstaand gemaakt in een nieuwe laag en je hebt tevens een masker ernaast. En met dat masker kun je altijd nog weer gaan fine-tunen. Dus ik druk nu op de knop OK en je ziet de laag, het model staat nu op een nieuwe lege laag. En we gaan er nu een nieuwe achtergrond achter plaatsen.
Nou, ik klik even op de achtergrondlaag, druk op het plusje hier rechts onderin. Er wordt een nieuwe lege laag toegevoegd. Meestal hernoem ik die laag en die gaan we even verloop. Want ik ga namelijk een verloopje hier intrekken. Met het gereedschap verloop kies ik in de optiebalk voor voorgrondkleur naar achtergrond. En ik had hier al twee kleuren ingesteld. En ik ga nu een lijntje trekken van beneden omhoog. En voilà. Nou zie ik dat je, als we even inzoomen bij die hand, dat daar toch nog een klein hapje uit zit. En daarom is dat masker zo mooi, want ik kan namelijk nu dit stukje wat te veel weg is gehaald, kan ik alsnog terugpoetsen. Ik ga in het masker staan. Ik zorg dat mijn voorgrondkleur wit is. Ik selecteer mijn penseel. En dan poets ik dat stukje vinger, poets ik hier gewoon weer bij. Kijk. Nou, klaar. En als je dan hier kijkt hoe mooi die haren zijn vrijstaand gemaakt. I like it. Dus de nieuwe versie Photoshop 2021 is wederom het vrijstaand maken verbeterd. Dus ik ben er heel erg blij mee. En dit was hem. Tot de volgende keer.